Achmea ziet waterstof als een van de oplossingen in het verduurzamen van Nederland. Naast warmtepompen en warmtenetten zal een duurzame gas dan wel waterstof een hele belangrijke rol gaan nemen in de energietransitie in Nederland. In 2012 is Achmea begonnen op Ameland met een proef, samen met projectpartners, om aan te tonen dat we waterstof bij kunnen mengen aan aardgas. Uit de test kwam ervoor dat het eigenlijk heel mooi werkte. Toen rijst er gelijk de vraag, kunnen we ook met 100% aan de gang? In 2015 is Achmea gestart met het ontwikkelen van de waterstofketel, de Hydra. Die staat hier nu op de beurs. En dat is eigenlijk een product wat we eigenlijk op een aantal pilotprojecten al hebben aangetoond dat het werkt met projectpartners. Want je doet het vaak met meerdere projectpartners in Nederland. En het belangrijkste doel is om aan te tonen dat het veilig is en duurzaam is. En dat het een goede toepassing is voor heel Nederland. Wat we hier op de beurs laten zien is dat we eigenlijk nu oplossingen presenteren, producten presenteren waar je oplossingen mee kan maken. Een heel mooi voorbeeld is daar de hybride warmtepomp Elga Ace. Die komen we op dit moment met een aardgasgestookte cv-ketel. Het mooie ervan is als waterstof beschikbaar komt in uw woonwijk, dat we dan de aardgasgestookte cv-ketel kunnen wisselen met een waterstof cv-ketel. En eigenlijk hetzelfde resultaat kunnen behalen als met aardgas. We kunnen zo'n 60 tot 70% gasreductie laten plaatsvinden. Dus als een klant nu investeert in een hybride warmtepomp, is dat een hele solide basis ook voor de toekomst wanneer waterstof beschikbaar komt.